De Nationale Assemblee zal in een aparte vergadering moeten discussiëren over het homohuwelijk, zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gisteren in het Hoogste College van Staat tijdens de behandeling van de wijziging van het burgerlijk wetboek en andere aanverwante wetten. De vergadering zal volgens de bewindsman moeten volgen na het raadplegen van de samenleving. Amoksi reageerde op een opmerking van DNA-lid Suwarto Mustaja. Zoals zaken als homohuwelijk dat in feite het al dan niet opnemen in het wetboek moet aansluiten bij de norm die in onze samenleving heerst, niet kan regelen op basis van Nederlands recht. Voorzitter, ook hier geef ik het geachte lid Mustaja gelijk. Over het homohuwelijk moet desgewenst DNA later apart discussiëren na raadpleging van de samenleving. En uiteraard spelen de Surinaamse normen en waarden een rol. NDP-parlementariër Annie Saddy wees erop dat Suriname een democratische staat is. Daarom is het erg dat de kwestie van de LGBTQ-gemeenschap niet is meegenomen, zegt Saddy. Voorzitter, Suriname is een democratie, een rechtsstaat. We hebben een koloniale erfenis, WB van 1839. Ik vind het heel, heel erg jammer dat het vraagstuk van de LGBTQ niet is meegenomen. En de minister gaf aan eerst een uitgebreide debat in DNA. We hebben zo'n haast, voorzitter, om het af te hebben. Waarom wordt het dan niet in delen? Aantal collega's hebben aangegeven hoeveel impact het heeft. Zoveel pagina's, zoveel delen. Dus mijn vraag, in de grondwet, voorzitter, staat we mogen niet discrimineren op seksuele oriëntatie. Inter-Amerikaans verdrag raken de rechten van de mens hebben we als land gerectificeerd. Druist het niet tegen deze haastige nieuwe WB? Saddy vraagt zich af of de staat met deze benadering na de inwerkingstreding van het nieuw burgerlijk wetboek geen rechtszaken tegen zich zal krijgen. Saddy benadrukt dat deze handelswijze tegen de rechten van de mens is.